Nada zit in de klas. Ze probeert zich te concentreren, maar voelt zich niet zo lekker. Gaat het wel? Ja, ik weet niet. Misschien een griepje of zo. Vanavond vroeg naar bed, hè? Ja. Dikkie, jij bent er! Jongens, ik wil even jullie aandacht graag. Ik heb ernstig nieuws over Nada. Ze is ernstig ziek en ze heeft een aantal onderzoeken gehad. Maar daarvoor moet ze naar een speciaal ziekenhuis in het buitenland. Dus haar ouders hebben besloten om af te reizen naar het buitenland. Het is een lange en zware tocht. En ze geven al hun geld uit aan de reis. Nada en haar familie komen uitgeput aan bij het ziekenhuis. Mevrouw, zijn er misschien artsen in de buurt? Onze dokter is heel erg ziek. Ja, jij bent. Ja, maar u moet eerst deze formulieren invullen, anders kan ik u helemaal niet helpen. Luister, mijn dochter is doodziek! Ja, dat kan wel zo zijn, maar u moet echt deze formulieren invullen. Wat? Hoe gaan we dat nou betalen? Ja, het kan wel zo zijn, maar we hebben alles uitgegeven naar de dokters en we rijden hier naartoe. Nou, ik roep wel de directeur erbij. Schaakmat! Alweer? Gisteren had je dat ook al. Ik verheug me zo weer op een hartoperatie. Tel mij wat, door de belachelijke prijs komt hier niemand meer. Wat is hier nou aan de hand? Onze dochter is doodziek. Kijk u zelf maar. Het gaat verschrikkelijk met haar. We hebben hulp nodig, alsjeblieft. Ja, sorry meneer, als het u geen geld heeft, dan kan ik ook de behandeling niet uitvoeren. Maar alsjeblieft, kunnen we echt niet iets regelen? Misschien kunnen we een lening afsluiten of zoiets. Sorry, we doen het niet aan leningen. Ik moet toch mijn personeel kunnen betalen. Er is wel één klein dingetje dat ik voor je kan regelen. Een ziekenhuisbed. Dat ze nog heel even kan rusten. Bedankt. Hoi, wat is er met jou aan de hand? Ik heb een nieuw hart nodig. Oh, en denk je dat het gaat lukken? Ja, het ziet er niet zo goed uit. Sterkte. Het lukt de familie niet om binnen korte tijd veel geld te verzamelen voor de operatie. Nada komt daardoor te overlijden. Het spijt me echt zo ontzettend erg voor jullie. Er is misschien wel één klein lichtpuntje dat ik jullie kan vertellen. De laatste wens van uw dochter hebben we in vervulling laten gaan. Dat is toch fijn? Ik ben Zerda en ik ga vandaag voorlichting geven over mijn donorhart. Ik ben heel blij dat ik een hart van Nada mocht krijgen. Als zij het niet aan mij zou geven, zou ik nu misschien hier niet zijn. Dus daarom hebben we een stichting opgericht voor families, voor ernstige zieke kinderen. En die heet Nada. Stichting Nada. Dankjewel.